Ba-ba-da-ba-bam, ba-ba-ba-ba-bam. Helemaal welkom bij een... Oh shit, ik moet mijn popfilter even goed zetten. Wacht, een momentje. Oké, laten we het hier maar mee doen. Hey mensen van Belaaf Leverday, ik ben heel onprofessioneel en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Season 2 Modded. Dat kostte me even een hele adem, maar... Ik ben dus even van plan om een nieuw huisje te gaan bouwen. Want we hebben vorige aflevering, je zag dat dat geknipt was, was met facecam alles. En we hadden heel veel iron gehaald in de coal mine, waar ik geen waypoint kon zetten. Maar, wat ik ook in de chat zag, was dat iemand dacht dat er een dungeon was. En volgens mij heb ik iets uitgevonden. Wacht, nee, dat werkt niet. Oh! Oké, zijn we daar weer? Zijn we er weer? Oké. Mijn Minecraft crashte. Even voor de duidelijkheid. Mijn Minecraft crashte. Oké. Wat mij opviel toen ik de recording terugkeek. En wat ik ook in de comments zag staan. Was dat ik een ding had gevonden. Wat had ik nou precies gevonden? Een dungeon. En ik weet niet meer precies waar ik het had gemined. Maar volgens mij was dat hier ergens. Ik was dus aan minen. En opeens was er een blokje cobblestone. En dat blokje cobblestone, dat is er niet voor niks natuurlijk. Dus dat zou officieel een ding moeten zijn. Een dungeon. Alleen, het probleem is dat ik niet meer weet waar het nou precies was. Dat is de vraag. Dus ik ga nog een keer, denk ik, die video terugkijken. En als ik de video heb teruggekeken, dan ga ik dus eventjes checken waar dat nou precies was. En dan ga ik er nog wel een andere keer naar terug. Maar dus voor de mensen die daar, die dachten van, oh Dunk, je mist nu een dungeon. Oh wacht, hier was hij. Kijk. Dungeon, bitch. Oh shit. Bam. Even daarboven belichten. Zo. Even alles belichten. Ook even afsluiten. Oh shit. Even afsluiten. Want anders spannen er buiten nog skeletons. Zo. Oké, nu hebben we lekker een dungeon. Oh, dit is ook gelijk een skeleton dungeon. Dus die geven redelijk veel XP. En allemaal andere dingen. Jongens, dit is geweldig. Het is geweldig dat we dit al hebben gevonden nu. Of kijk, saddle hebben we. Oh, een bucket. Nice. En een music disc, maar... Deze haat ik. Wat hadden we nog meer? Kool, dacht ik. Of wat hadden we? Een egg. Ik weet niet precies wat erin zat, maar even kijken. Er moet hier nog één zijn. Wacht, we gaan hier even... Oh, shit! Ik schrok me dood. Jongen, ik ga sterven. Jeez. Even eten. En we kunnen hier dus een mooie spawntrap maken. En als we die mooie spawntrap hebben gemaakt, dan hebben wij een spawntrap gemaakt. En dan krijgen we lekker veel XP. Dus dan kunnen we mooi en heel sterk de Aether in. Waar ik nog steeds heel veel zin in heb om dat te doen. Maar we hebben nog niet echt de kans of tijd gehad om dat te doen. Maar nu we iron hebben, kunnen we best wel eens binnenkort de volgende episode misschien een kijkje gaan nemen. En ik doe nu even een recording sessie. Want ik heb nu even tijd in mijn proefwerkweek. Want het gaat me redelijk goed af het leren. Ik ben vroeg uit en dat had ik eerst niet. Dus dan moest je tot 2:30 op school zijn. Of 2:45 op school zijn. Dan moest ik nog 3 kwartier fietsen. Dan moest ik nog huiswerk maken. En dan pas was ik thuis. En nu ben ik 12:30 uit. En kan ik even leren tot 3:00. En dan heb ik lekker vrij. Dus dat is wel een positief dingetje. En is dit nou de enige chest die we hebben? Of volgens mij wel. Nou, ik dacht er moet nog een chest zijn. Maar blijkbaar had ik dat dus mis. Maar hier kunnen we dus een mooie skeleton spawn van maken. Hier is nog verder rest een cave. Die we wel eventjes kunnen exploren. Met een creeper. Oh shit, nee. Oh nee. Nee, nee, nee. Dit gaat niet worden. We komen later wel terug. Eerst gaan we een huisje maken. Laten we dat nog maar even niet doen. Ik schrok me even dood van die tweede creeper. En dat kan je me een mietje noemen. Maar ik voel mezelf heel moedig. Ik voel mezelf heel moedig, papa. Papa, wat? Wauw, ik ben altijd zo random in video's, hè. Hey, wat doet YouTube met je? Nou, het maakt je random. Bij mij in ieder geval maakt het me random. Maar ja, dat vinden jullie hopelijk leuk om naar te kijken. En anders ben je
footsie waarschijnlijk van mijn kanaal. Oh, we hebben al 18 levels XP. Dat doen we goed. Dat doen we goed. Even armor maken. En dan kunnen we alles een beetje opsparen. Even kijken, wat moeten we hebben? Leggings nog en wat sneakers. Ik noem het altijd sneakers. Ik weet niet waarom ik het geen boots noem, maar... Jongens, sneakers zijn veel vetter. Kijk, nu hebben we lekker bepanserd zijn we al. Maar het wordt dus wel tijd voor een nieuw huisje. Dus wij gaan lekker bomen hakken. En het goede is dus dat we timmermot hebben. Want anders moesten jullie nu de hele tijd kijken naar... Duncan, ik ga bomen hakken. De hele video lang. Kijk, hoppakee. Hop. Kijk, jullie kennen waarschijnlijk... Jullie zijn wel bekend met timmermot, maar... Het is gewoon zo'n chille mod. En ik heb hem vroeger heel vaak gebruikt. Ik had hem echt elke keer als er een update kwam in Minecraft gewoon opnieuw installeren. Klaar. Maar ik heb het daarna ook heel lang niet meer gebruikt sinds ik deze computer heb. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar ik heb het gewoon niet gebruikt. En ik ben blij dat het terug is, zeg maar. En volgens mij kan je ook... Oh, wacht. Nou, dat kan alleen in cheat mode. Dat je dan magnet mode hebt. Of dat kan ook dat het alleen in too many items is. Maar magnet mode betekent dus dat je elk item dat wordt gedropt, wat in je buurt is, dat je dat automatisch opraapt, ook al is het niet heel dichtbij. Dus stel, je hakt vanaf hier een blokje om, dan zou je hem normaal niet oppakken, maar dan zou je wel met magnet mode zou je dat wel hebben. En ik had er van lag spike, sorry jongens. Maar dat is dus magnet mode. Dat ken ik toevallig heel too many items. The fuck? Ik hoor een of andere getik. Trouwens, als jullie piano horen, dat is mijn boer. Hij is een artiest, ja. Hij kan fucking goed piano. Nee, hij kan fucking goed met muziek omgaan. Dat is mijn mening. Jongens, dat hoeven jullie niet met me eens te zijn. Maar we hebben nu het halve bos al weggehakt. Dus we moeten even kijken of we straks wat saplings kunnen vinden. Dus teruggaan en saplings vinden. Want anders krijgen we de bomen niet terug. En als ze de bomen niet terugkrijgen, ja, wat heb je dan aan een bos? Dan is het geen bos meer. Kijk, hier liggen al aardig wat saplings. Dus die, als we deze even oppakken, dan is het al goed, weet je. Oh, een apple. Apple. Nice. Als we een beetje gold vinden, kunnen we daar ook gelijk een golden apple van maken. Jongens, wat een goede dingen allemaal in deze survival. Deze survival gaat echt veel beter. Vergeleken bij de survival session 1. We hebben nu even wat hout, dus we gaan maar even starten met bouwen. Maar de vraag is natuurlijk, waar komt dat huis? Nou, ik denk wel even een stukje verder van de village af. Want als we te dicht bij de village gaan, dat vind ik ook niet helemaal mooi. Dus we gaan even kijken... Nee, dit is... Even kijken hoe je hem groot kan maken. Zo. Dan kunnen wij hier even kijken, want daarheen is dus ook nog veel meer shit te beleven. Dus daar kan je nog misschien wel een mooi huisje bouwen. Want van mijn kant ziet het daar er wel netjes uit, weet je wel? Dus we gaan eerst even slapen en dan gaan we er even heen reizen. En dan kunnen we daarheen komen en zo. Maar ja, laten we maar even gaan slapen als we niet gaan falen en zo. Want anders kom je nooit bij je bed. En ja, dan kunnen we lekker slapen in ons bed. En dat is altijd lekker. Oké, laten we even doorgaan. Oké, wacht. Kunnen we niet beter... Ja, ik ga eerst even kijken. Sorry jongens, ik viel net een beetje stil. Wow, wat de... Deed ik weer die vage jump, hè? Het kan met smart moving. Weet je... Nou, dan kan je een of andere vage jump doen. Even kijken, waar is een leuk paard? Want vorige keer had ik mijn paard per ongeluk afgeslacht. Wacht. Nou, laat maar. Kijk, dit is wel een leuk paard. Dan gaan we hier, hoppakee, op zitten. En moet hij ons er niet afgooien. En dan maken we dit gewoon als nieuwe paard. Even kijken. En nee, loop niet de portal in. Dat is niet de bedoeling. Kunnen we wel even een kijkje gaan nemen straks, maar... Oh. Come on. Yes, oké. Hij is ons paard. Nee. Dan moeten we shift klik en dan... There we go. Kunnen we zadel op hem zetten en dan kunnen we hem goed bereiden. Die kant op. Ik dacht al, nog een village, maar oké. Oh, nee, dat is... Ik dacht, shift is sneller lopen, maar dat werkt niet. Even kijken, hier hebben we nog een cave. Oké. En hier hebben we nog een... Oh! Kak. Kak, oh! Doe pijn, paard.
Zo, even eruit springen met spatie. Trouwens, voor de mensen die niet weten hoe je hoog moet springen met een paard. Gewoon spatie ingedrukt houden. En dan zie je in je XP-bar, zie je dan iets anders oppuppen. Oppoppen dingen. Even kijken, nog een keer X gaan we doen om even verder de wereld te zien. Want dan kan je dat beter al zien, zo.